De huisvesting op de plantages tijdens de periode van contractarbeid verbeterde zich enigszins uit noodzaak. Dit zei ingenieur Philip Dikkeland afgelopen vrijdagavond tijdens de lezing De invloed van Brits-Indische contractarbeiders en hun nakomelingen op de Surinaamse architectuur. Dikkeland liet weten dat in eerste instantie na de slavernij de slavenbarakken op de plantage werden ingericht voor de contractarbeiders. Echter kwam er al snel een verandering in de huisvesting en andere voorzieningen. Gewoon uit nood geboren, want als je slechte huisvesting bood, dan krijg je geen hercontract dan. Bij de zorg die de planters moesten bieden, behoorde ook de gezondheidszorg. Er werden fatsoenlijke ziekenhuizen opgezet en er was voldoende medisch personeel om dat te bemannen. Dat deden de planters niet omdat ze dat zo leuk vonden en dat ze dat uit eigen beweging deden. Het waren uiteindelijk die hele emigratie werd georganiseerd door het Engelse bestuur in India. En de Engelsen hadden gewoon verplicht gesteld een redelijke huisvesting, fatsoenlijke medische zorg. Er waren een aantal voorwaarden waaraan Suriname moest voldoen. Deden ze dat niet, dan werd de immigratie stopgezet. En dat is inderdaad één keer gebeurd. De erfgoeddeskundige haalde verder ook aan dat contractarbeiders na hun eerste contractperiode meestal in de kleinlandbouw belanden doordat zij een stukje grond van het koloniaal bestuur kregen. De huizen op deze gronden werden door de contractarbeiders zelf gebouwd. Het huis was heel eenvoudig en eigenlijk was de stal belangrijker dan het huis. Het bedrijfje moest draaien en het huis, dat zou later wel komen. En zo werkten ze zich heel langzaam omhoog. Met een beetje vee, met hun rijstvelden. En uiteindelijk waren ze dan in staat om hun huizen ook een beetje te gaan verbeteren en werkten ze zich nog verder omhoog. Dat zie je een beetje op de rechterfoto. Die huizen zijn ook duidelijk beter dan het huisje op de linkerfoto. Maar het zijn nog steeds allemaal kleine, hele kleine, beetje wrakke huisjes. Erfgoeddeskundige Dikkeland zei dat met de trek van veel arbeiders naar het platteland er ook steeds meer voorzieningen werden gestuurd naar dat gebied.